En dan vraag ik jullie even tijd voor een decorwissel. Priester Bart, zou je alstublieft willen plaatsnemen op de eerste rij hier vooraan? En dat cadeau is meestal goed ingepakt. En de mensen zeggen dan wat zonde daarin zit. Ik begin deze keer helemaal omgekeerd. Het cadeau staat open en bloot. Kijk, priester Bart, dat is een deel van ons cadeau van onze kerk. Een foto van onze kerk. Een kerk blijft toch nog altijd het referentiepunt van een parochiegemeenschap. Als men jou nu aanspreekt over jouw nieuwe benoeming in Wengenen, dan is het eerste wat je toont, dat is een foto van de kerk van Wengenen. Dat staat dan op je smartphone. Omdat je wonen nooit van je leven zou vergeten, dus een kerk van de hoogfoto van de kerk. Weer over de 15 jaar die hier verbleef. Rechtsonder zie je de pastorie, jouw huis. Een mooi groot huis waar je veel plaats had. We waren er vaak welkom voor vergaderingen, onder andere voor de jaarplanning van jouw circuit, voor de bijbelavonden, met de buurtwerkers, met de catechisten, met de mensen waarmee je tijdens de weekdag de Eucharistie vierde en nog een aantal andere werkten. De grote tafel in de living kwam heel goed van pas, ook om individuele personen te ontvangen. Daarnaast staat een foto van jouw werkkamer, van jouw bureau met uitzicht op je tuin. Hier zwoegde je vele uren aan alle soorten documenten en administratiepapieren die parochiewerk nu eenmaal meebrengt. En waarvan wij als gewone leek geen benang hebben. Hier ook maakte je talrijke communies voor gewone zondagsvieringen, voor blijde dagen en ook voor droevige dagen. Onderaan links is de foto van het achterdeurtje van de kerk. Dat is de deur waar je ontelbare keren binnenkwam. Je kwam nooit langs voor binnen in de kerk. Dat was altijd langs dat achterdeurtje. Dikwijls meerdere keren per dag en meestal rechtstreeks naar de sacristie. Dan zie je linksboven nog eens een foto van de kerk met het Heilig Hartbeeld op het plein vooraan. En de grootste foto is dan de kerk als je ze binnenkomt langs de glazen deur van de winkelkerk. Hier in deze ruimte heb je ons voorgeleefd en beleefd en doorleefd wat liturgie is. Liturgie was duidelijk jouw dada en jouw visie verdedigde je altijd met heel veel overtuiging. Hier heb je ons getoond dat de weg naar God verloopt in kalmte en rust, zoals jij altijd een eucharistieviering opdroeg en in stilte. Ik denk dan aan de minuut stilte na de communie. Dat zijn wij nu al gewoon. Maar als er mensen naar de mis komen die dat niet gewoon zijn, dan durven ze al eens zeggen, ah, waarom doet die me niet voort? Op deze plaats in de kerk lag de kern van jouw bestaan, van jouw roeping. Dit is het huis van God. En dit is de woning van de Heer hier in woning. Wat er niet op staat op de foto, dat zijn wij allemaal. Dat zijn de mensen van woning. Soms was de relatie niet een van rozengeur en maneschijn, van suiker en zeep. Maar weet je, in een goed menage is dat ook zo. In elk geval, we zijn je heel dankbaar voor 15 jaar dienstbaarheid. Voor wie je was, voor zoveel mensen hier
dankbaar omdat u onze wegwijzer was in ons geloof, onze wegwijzer naar God. Een foto van applaudisserende wonenaars staat er dus niet op. Je krijgt het applaus live. Nog vragen aan Mr. Bart om de mis verder.